En ook dat is langzamer dan de eerste 1000 meter gisteren. Het is Tara Laszlo uit de Verenigde Staten. U ziet het staan. 17 jaar nog maar. En de eerste Nederlandse die wij op de laatste afstand zien is Anita Loorbach. Debuterend op een groot internationaal toernooi. 24 jaar afkomstig uit Sappemeer. En de tweede op het laatst gehouden Nederlands kampioenschap sprint 3 weken geleden. Ook hier in Heerenveen. Gisteren reed ze een persoonlijk record met 1.24.90. Er worden over het algemeen toch minder persoonlijke records meer gereden vandaag. Het verhaal van de lage drukgebieden en het voordeel en Heerenveen ineens op redelijke hoogte gaat toch niet helemaal op. Loorbach en Laszlo. 9-5, 9-10-5 voor Loorbach en 19-6 voor de Amerikaanse. Loorbach staat 23ste in het klassement en doet het gewoon goed. Debuterend als ze doet op zo'n groot toernooi, 13.000 man op de tribune. Ze heeft dit nooit meegemaakt. 600 meter tijd met een kleine voorsprong voor die gedrongen Amerikaanse. 50-7 en 50-9. En Anita moet nu naar de buitenbocht en zal waarschijnlijk de ritoverwinning niet kunnen behalen. Maar misschien heeft ze wat meer inhoud nog dan Laszlo, die op dit moment al breed uitwaaierend aan het sprinten is. Hier dus de binnenbocht ingaat en inderdaad zal gaan winnen als ze op de been blijft. Iemand die gisteren 1.25.67 reed, een nieuw persoonlijk record reed dus. En dat persoonlijk record zit er ook nu in. Inderdaad 1.23.76 voor Tara Laszlo. Snelste tijd tot nu toe en 1.24.24 schrijven we voor Anita Loorbach. En rijdt inderdaad opnieuw ook een persoonlijk record. 1.24.64, twee keer dus een persoonlijk record van Anita Loorbach. Nou, dan kun je niet zeggen dat je teleurgesteld hebt op dit WK. Integendeel, ze heeft het goed gedaan. Binnen de mogelijkheden van haar kunnen op dit moment.